Meneer Zoontjes, kunt u kort uitleggen welke discussie er in Nederland momenteel rond islamitische scholen wordt gevoerd? Want daar is vrij veel over in het nieuws de laatste tijd. Er zijn twee discussies die er op dit moment gevoerd worden over islamitische scholen. Twee typen van discussies. De eerste is de discussie over vermeende praktijken binnen islamitische scholen die in strijd zouden zijn met de openbare rechtsorde. En daar komt het erop neer dat er geconstateerd is op sommige scholen dat er jongens en meisjes gescheiden zijn, dat er opgeroepen wordt tot haat door sommige docenten en dat besturen van die scholen soms alleen het Urdu machtig zijn, maar niet het Nederlands en dat soort zaken. Er is een hoop over te doen geweest, er is zelfs de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft daar een rapport over geschreven over dit soort praktijken en heeft geconstateerd dat er wel wat aan de hand is, maar niet veel. En de tweede discussie die over die scholen wordt gevoerd is meer algemeen. De gedachte dat die scholen per definitie leerlingen bevat die achterstanden hebben in het onderwijs, met name in taal. En dat het eigenlijk goed zou zijn om die scholen zoveel mogelijk, de stichting van die scholen zoveel mogelijk te voorkomen. Dan gaat het dus meer om een algemener vraagstuk. Is Nederland nou het enige land in Europa of zelfs in de wereld waar je dat soort discussies ziet? Niet over het eerste type discussies. Want praktijken van islamieten in openbare scholen, die met name in andere landen voorkomen, die worden daar ook wel geconstateerd. Er wordt ook wel het een en ander tegen gedaan, met name tijdens de godsdienstlessen. Sommige landen, net als in Nederland, is het toegestaan dat je godsdienstlessen kunt geven op een openbare school. En uiteraard bemoeit zo'n school zich daar niet mee. En dan krijg je dus discussies van wat gebeurt er allemaal. Want het gebeurt in een taal die wij niet kennen. En mag dat allemaal wel? Dat soort discussies zie je ook wel in omliggende landen. Maar de stichten van islamitische scholen en de volledige bekostiging daarvan, dat is eigenlijk iets wat maar in een paar landen in de wereld voorkomt. En daar is een België en Nederland twee voorbeelden van. En je ziet bijvoorbeeld in Duitsland dat ook wel kan, maar daar worden ze niet voor 100% bekostigd. Dus daar komen ze veel minder voor. Kunt u aangeven hoeveel islamitische scholen er eigenlijk zijn ongeveer en om hoeveel leerlingen dat dan gaat? Een stuk of 40. Een stuk of 40 basisscholen. Misschien drie op dit moment scholen voor voortgezet onderwijs. En dan moet je dus gaan denken, een gemiddelde basisschool omvat 220 leerlingen. Nou, reken uit. Dat is iets van 8 à 10.000 leerlingen op de 1 miljoen moslims die Nederland kent. Dus dat is een zware onderbezetting van scholen voor deze bevolkingsgroep. Want dat betekent dat de rest van die leerlingen met een islamitische achtergrond het reguliere onderwijs, zeg maar, die zit op openbare scholen of bijzondere scholen van een andere kleur. Ja.